helemaal beschilderd geweest, dat kan je ook zien. Hij is 17e eeuw, de benen zijn evenwijdig, terwijl de 18e eeuwse corpus hebben gekruiste benen. 17e eeuw? En, ja, ik denk want dat ze... Kijk, die oogjes, dat is afgerond. Hoe zegt u? Die oogjes, kijk eens. Die zijn ingelegd, ja. Het is een, dat zie je niet veel. Het is wel, dat is weer niet zo Europees, dat zou ik inderdaad kunnen duiden op een Filipijnse lokale productie. Het is voor verzamelaars heel interessant, omdat het ding natuurlijk vroeg is. De expressie van het gezicht is mooi, de lendendoek, wat er nog van over is, is mooi. Ik vind het een interessant object. Ik zou die punaises er gewoon uithalen en een standaardje kopen of regelen of maken of weet ik het wat, dat die zo mooi rechtop. Zonder die punaises en dat touwtje, dat is iets mooi. Ja, dat zou mijn oom ooit gedaan. Als u dit zou willen veilen, zou ik denken aan een opbrengst, een schatting in ieder geval van 200 tot 300. Maar dat kan ook makkelijk 500 tot 600 zijn, 500 tot 1000. Dat is een beetje... iemand gaat niet. Ja, die mate van verfverlies is belangrijk. Dus, en wat ook belangrijk is een beetje... Hij hing aan een crucifix, dus die armen die hebben ooit uitgestoken, dat spreekt voor zich. Maar dan nog, hoe zal ik het zeggen, het sculptuur op zich roept nog wel een emotie op en dat is belangrijk met kunst. Als je dit ziet, het is wel iets wat karakter heeft, wat communiceert met de kijker, zeg maar. En daarom, ik ben voorzichtig met mijn taxatie, 200 tot 300 is natuurlijk extreem laag. Maar het zou makkelijk heel veel meer kunnen opbrengen. Okay. Dat is wat ik erover kan zeggen. Ja, nou mooi. We waren benieuwd of het nou echt zomaar iets was. Of, Nee, dit is niet echt zomaar iets. Dit is ook niet nieuw of zo. Ja. Die ingelegde ogen zijn natuurlijk uitzonderlijk. Dat zou kunnen duiden op een buitenlandse herkomst van ver weg. In de stijl van de Zuid-Europese missionaris van vroeger. Dat kan. Dat is in ieder geval geen Nederlandse, geen Hollandse gewoon. Ook geen zuidelijke Nederlandse België, Frankrijk. Dus dit is echt de hoek van Portugal, Spanje, zeg maar. Ik vind het een mooi ding. Oké. Ja. Bedankt. En als u geen veilingplannen heeft, en u zou dat willen verzekeren, dan zou ik een verzekeringstaxatie bedenken van zo'n 1000 euro. Dat zou een handelaar zeker vragen. Een eindprijs op een goede beurs en je wilt dat kopen, ben je dat voor kwijt. Okay. Goed, nou hartelijk bedankt. Alsjeblieft. Leg ik hem nu even in het kluisje daar en dan moet ik vlug gaan opnames maken. We hebben een tentoonstelling natuurlijk over de gemeentelijke collectie. Dus Amstelveen heeft een prachtige kunstcollectie en daar staan allemaal fantastische kunstwerken in die verzameld zijn voor Amstelveen. Dus wat we leuk vinden is om mensen uit te nodigen die zelf ook verzamelen. En iets in huis hebben, misschien ook wel toevallig is het niet verzameld, maar is het misschien georven van een opa of oma. Nou, het is natuurlijk heel leuk om te weten wat het nou waard is. Dus we zijn een lokale samenwerking aangegaan met kunstveiling.nl. En vandaag gaan we dus met een heel aantal experts op zaal kijken wat de mensen in huis hebben. En misschien is het wel de start van een eigen verzameling. Ja, dankjewel.
dames links laten maken. Dat is echt een heel beeld uit de Divina Commedia. Dali heeft op een gegeven moment daar al hele grote getalen destijds is verschenen. Ik vond deze als we die ring bij ons. Ik heb het gedaan met de beelden langs komen om dat te bespreken. Ik zag laatst dat in het museum Kronen op het ogenblik. Ja. Maar het staat natuurlijk Dali ondertekend. Maar het is een druk gesigneerd. Het is een druk gesigneerd. Ja. Deze is van een oud-tante die in de oorlog is weggehaald en aan mijn oma in bewaring gegeven heeft. Met de verstande dat mijn oma heeft gezegd, die mogen jullie nooit weg. En die heb ik tegelijkertijd Het is nooit gebeurd en mijn moeder is heen altijd bij mijn moeder en die is opgenomen in het verzorgingshuis. Dus ja, waarom mogen we niet weg? Kom maar kijken. Nou, ik vrees dat dat meer echt de waarde nu voor u heeft. Dat u daar aan verbindt, want ja. Het is voor ons heel... Hij is niet gesigneerd. Echt niet weten, niet dat betekent dat het heel lastig wordt om te zeggen van wie heeft het nou gemaakt in die tijd. Het is een voorstelling die heel vaak wordt. Het is soms ook een type voorstelling waar... deze is de oma van mijn man en dat was de buurmeisje van Jan Sluiter. En hij heeft deze tekening van haar gemaakt als jonge jongen. Dus u weet eigenlijk al, hij komt daar vandaan. Ja. Dank u wel. Hallo. Dat is heel fijn dat we hier hebben. Dan hebben we morgen een boekje gedaan. Ik heb jou niet uitgehaald dat hij dat echt heeft gemaakt. Ik ga even kijken of ik aan die brengst van hem zeker weet. Maar dat is natuurlijk met dingen die ouder zijn, dat houden we altijd.